Eertolhof. We zijn juist geparkeerd met de kamionet. Met de stad. Bij de stad. Bij de stad, niet met de stad. We zijn ons allemaal aan het omkleden. Allee, aan het omkleden. Onze jassen aan het aandoen. Nee, ik moet mijn jas niet aandoen. Ik ga zo mijn korte mouwen naar buiten. Er staat hier, wanneer, het is ongelooflijk druk. We hebben een klein plekje gevonden. Een klein, allee, nee, een grote plekje. Je kunt een datum juist niet zien, zeker. Maar hier mogen we staan. En we staan hier... Ik sta zelf op dat bordje geschreven. Dat is al één van de kunstwerken. We staan echt vlak bij één van de... Ik moet nog kijken, er staat daar ook een... Daar staat een kaart, dus ik moet nog gaan kijken... wat dat wat juist is. Maar we staan vlakbij. Ja, hallo. Een kampvuurtje gemaakt. Een kampvuur? Ja. Eigenlijk, kom je stellen. Eigenlijk had Stella er niet zoveel zin in, hè, in de stadswandeling, maar wat zei je daar juist? We laten toch wel leuker dan ik dacht. Ja, het is nu al leuker dan dat ze had gedacht. Dan was hier een kampvuur aan het maken. Ik heb gisteren en een kampvuur. Maar niet dat je vuur mogen maken. Vertel je wat gaan we doen? We gaan in een doolhof. Ja, kom maar mee. Ga maar, hè. Waar zijn ze allemaal? Geen idee. Dat is het plan. We staan nu bij, bij een ding nog. Maar dat is het plan. Ja, dat is natuurlijk maar een deel van het plan. Hè. Maar we hebben eigenlijk hetgeen dat je hier ziet, is bijna het gedeelte dat we, nee, iets minder zelf, dat we hebben bezocht. Ik was daar niet alleen zoals ik kon zien. Dus, en het begon ook te regenen naar het einde toe. Dus we hebben het eigenlijk vrij kort gehouden. Bij die elf staan we op dit moment, Gijs van Varenberg. En dan zijn we doorgestapt naar onder, naar die... Is dat 7 zeker dat er staat? 753. Die lagen allemaal langs het water. Nu, die 3, zie die grote bol vanaf 2805. Dus je zult straks daar de beelden van zien, maar die was nog niet... Daar konden nog niet op. En 7 en 5 waren op zich... Dan stond je van de ene kant van het water te kijken naar de overkant van het water, waar dat er een kunstwerk stond. Dus dat was minder interactief. En dan 9 en 10, dat waren er twee waar dat je eigenlijk binnen moest, dat je moest voor reserveren. Daar had ik ook voor gereserveerd, maar bijvoorbeeld bij 9 stond er zo'n lange wachtrij dat we zelf niet naar binnen zijn gegaan, of zelf niet zijn beginnen aanschuiven. Ik denk dat er niet veel mensen wisten dat je moest reserveren en dat ze gewoon allemaal daar stonden in een ticket te kopen of te reserveren of iets in die zin. Allee, kopen. Het is gratis, hè. Maar goed, in elk geval hebben we daar niet aangeschoven in de rij. En zijn we doorgaan naar 10. En dan in de hoek daarboven was er ook volgens mij nog iets. Daar waren ze aan het naaien met heel veel mensen tegelijk al grote stukken stof. Maar dus dat zijn de dingen die je gaat terugzien in de rest van de video. Daar staat een mini. Dus nu zijn we... onder de spuik om door het centrum in aan het wandelen om naar een van de volgende installaties. Wat ik nog wil zeggen, ja. Ze zijn op. Wat hebben we nog voor straks? Wat ik net nog wil zeggen aan dat plan. Dat plan stond een beetje aan de, dat stond aan de achterkant van de uitleg van het kunstwerk zelf. Ik denk dat veel mensen dat gewoon niet zien. Er stonden ook gewoon fietsen voor. Misschien dat dat het probleem was. Maar er zijn twee musea waarvoor je op voorhand moet reserveren, kaartjes, tickets reserveren. Omwille van corona natuurlijk. En dan was er ook... er waren twee installaties die nog niet klaar zijn. Er stond een datum bij, ik heb de datum nog niet gezien. Maar die zijn pas later beschikbaar. Maar de rest is eigenlijk vanaf 8 mei dat alles open is. Kijk, dus ik zie nu heel de tijd. Op een knopje duurt waarschijnlijk.
Ja, ik had haar beloofd dat ze ook foto's mocht maken, maar ik was haar fototoestel vergeten. Dus zij heeft nu tijdelijk die van mij even overgenomen. En je zult zien dat ze, als ze is de knoppen van de X-T1 gewoon. Dus ze zit eigenlijk te zoeken naar de knoppen op de X-T1, die kent ze. Kijk, eerst heb ik die. Maar papa, ik wil aan mama laten Peltje zien de foto's. Peltje. Dit? Wat is hier? En om het verschil duidelijk te maken, hier zal ik de foto's van haar dan in kleur laten zien, terwijl dat die van mij nog in zwart-wit staan. Ik heb deze. Hier aan draaien. Ja, het is anders dan bij jou. Ah ja. Deze? Ah ja. Ja, dat is nog van papa. Naar de andere kant draaien. Ja. Ah ja, die. Die heb ik gemaakt. Hoe dat? Die. En die. Die. Ja. Die. Oh, de muur. Ja. Oké. Die. Die. Heb je net even moeten wachten, er stond hier veel volk voor. Maar het is gelukt, denk ik. Ja, maar ik doe altijd foto en dan zie ik direct de grond. De grond? Ja. Oh, de hand. Wacht, nee. Zo. De schijf bij ons. Met je pinguïn, sorry. Dat is leuk, hè? Staat erop? Kijk, mama. Ja, het is beginnen regenen op zich. Die camera kan daar tegen. Wij hebben regenjassen mee. Maar niemand hier heeft schrik van de regen. Ja, ik heb geen handen vrij om foto's te maken, dus ik kan niet echt. Ik zit een beetje vast nu. Kijk, dat is hier, je ziet overal waar er een groepje mensen staat, zie je daar? Is er een kunstwerk, dus het is wel gemakkelijk om ze te vinden. Ik zie ook, ik vind dat die rode borden met een uitleg waren vorig jaar veel gemakkelijker te vinden. Ik heb net nu staan ze soms wel ver van het kunstwerk. Ah, kijk, like daar. Nu staat een. Daar rood bord daar. Dat is eigenlijk van dat kunstwerk. Dat daar staat. Snap je? Nog meer zoeken. Die is nog in aanbouw. Vanaf 28 mei. Die zal het open zijn, dus we hebben nog tijd. Volgens dat ik kan zien, is zo'n. Zo'n baton, zo'n boot op. Zo'n werf op het water heen. Waar dat dan een constructie op staat. Ja, ik ben met de telefoonfoto's aan het nemen ondertussen. Omdat ik mijn handen niet helemaal vrij heb. De camera was ik in zwart-wit bezig. Omdat ik zo'n constructies. Het probleem met die panorama is dat je altijd wel horizontaal moet werken. Verticaal is dat heel moeilijk. Dus je moet bijna altijd horizontaal werken en dat werkt niet altijd in combinatie met elke constructie. Dus dat was ik voor de zekerheid op een 4-3 crop factor overgegaan. En zwart-wit. Ja, kwamen ze daaruit. Maar dan zijn we ver. We zijn al de terugweg, maar kijk, hier staan ook allemaal. Wow. Dat is een mooie. Wat is die naam? Dat is van de kasten, zie je? Dank je wel. Het is gewoon mooi. Die is een beetje triestig. En die is al in coronatijd gemaakt. Met mondmaskers.
Spoiler, volgens mij was het thema gewoon corona. Maar ik ga de rest versneld laten afspelen. Dan kun je op je gemak zelf gaan kijken. Het is dus aan de Comvest in Brugge. Zeg, hè? Een kooi, hè? Nou, een mondmasker. Oh, die is ook mooi van het breken. Zo'n lange muur, zeg. Ik kom helemaal van daar.